Het eerste concept dat ik van Niels mocht ontvangen, dat is dan bijna precies 4 jaar geleden, was voor een animatie die in 12 seconden verteld moest zijn. Dat was de eerste opdracht. En dat was ook de laatste keer, geloof ik, dat wij Niels kort konden houden. De techniek, en er werd niet meer gevraagd aan de stapel A4'tjes eigenlijk om onder de camera te leggen, beschreef hij als volgt. Ik gebruik een vectorachtig uitziende stijl van de karakters, al worden deze waarschijnlijk getekend in Mirage. De achtergronden zijn simpele 3D-vormen die helpen bij camerabewegingen. De 3D-beelden worden passend gemengd met de karakters, doordat de achtergronden subtiel getextured zijn tegen cel-shade aan. De compositing wordt gedaan in After Effects en de textures gemaakt in Flash. De achtergronden worden in Cinema 4D gemaakt. De resolutie en de frame rate zijn standaard Europese tv-standaard. En daarmee hadden wij gelijk gewaarschuwd moeten zijn voor de ongeremde ambitie van Niels. Dit was een man on a mission en niets zou hem nog stuiten. In het eerste jaar schreef hij een pilot voor een geanimeerde serie die over een geheim agent gaat, 00 Suited. En hij animeerde hem ook. Die film is als project gaan groeien tot een eindexamenfilm die er nu ligt. Niels, je hebt de productie professioneel aangepakt en je lijkt helemaal klaar om een urenlange serie te produceren. Wel heeft de commissie het vermoeden dat door de enorme productionele omvang van het werk de artistieke kwaliteit enigszins heeft geleden. Maar een gewaarschuwd man telt voor 2, dus we willen jullie alle 2 succes wensen. Yes.